Met het aansteken van de fakkel op het Riffelplein is vannacht de herdenking van 40 jaar revolutie ingeluid. Op 25 februari 1980 heeft een groep van 16 militairen het bewind van het land overgenomen. Deze dag wordt de Dag der Bevrijding en Vernieuwing genoemd. De fakkel is aangestoken door de opperbevelhebber van het leger, tevens president van het land, Desiré Bouterse. Hij heeft daarna de eerste krans gelegd bij het monument van de revolutie. Ramon Abrahams, ondervoorzitter van de NDP, gaf aan dat alle wijsheid aan de jongere generatie moet worden overgedragen. Daarna blikte Abrahams terug op de ontwikkelingen die het land vanaf 1975 heeft doorgemaakt. Vaker wordt de militaire periode in onze geschiedenis aangeduid als dictatuur, wat natuurlijk ook wel zo is. Echter is het geen dictatuur geweest met een repressief karakter, zoals de neocolonialen u willen doen geloven. Integendeel, trokken de militairen samen op met het volk en zijn er heel wat zaken in positieve zin gerealiseerd voor ons land. Ik wil u in dit verband enkele van de vele verworvenheden in herinnering brengen. 1. Opheffing van de etnische spanningen die er bestonden tussen de Creolen en de Hindustanen. Deze werd omgebogen in een proces van natievorming. In dat verband noem ik enkele bekende slogans uit de tijd. Wat wij zullen hebben, is wat wij zelf hebben opgebouwd. Wat wij zullen overhouden, is wat wij hebben weten af te dwingen. NDP-voorzitter Bouterse zei dat deze herdenking een traditie is geworden. Al 40 jaar wordt er op deze dag stilgestaan om te zien wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en hoe dat het volgend jaar verbeterd kan worden. Bouterse gaf aan dat hij het helemaal eens is met wat Abrahams gezegd heeft. Uiteraard heeft het wel wat schaaf- en poleiswerk nodig. Het zou tekort doen aan wat hij gezegd heeft. Ik denk dat de boodschap duidelijk is dat wij dat meenemen. Er is niet alleen maar een boodschap gegeven, er is tegelijkertijd ook gegeven een stuk huiswerk. En ik heb gemerkt bij de diverse gesprekken met de jongeren, maar ook met de ouderen, dat er een enorme behoefte bestaat aan een stukje uitwisseling en uitdragen van het proces. Want inderdaad, zoals Ramon zegt, hij heeft het niet zo gezegd, maar het komt erop neer. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Tot zover opperbevelhebber van het leger en president van Suriname, Desiré Bouterse. Hij sprak vannacht bij de herdenking van 50 jaar revolutie, oftewel de Dag der Bevrijding en Vernieuwing. De herdenking is gehouden op het Riffelplein aan de Heiligenweg.